De zomertentoonstelling van het Rijksmuseum in Amsterdam, die de naam kreeg van Gotiek tot Empire, werd deze dagen officieel geopend in tegenwoordigheid van de Franse ambassadeur in Nederland, baron Beauverger. De expositie omvat Franse meesterwerken uit het beroemde Museum van Decoratieve Kunst in Parijs. Op de tentoonstelling, die een indrukwekkend overzicht geeft van 5 eeuwen Franse kunstnijverheid, prijkt onder meer dit fraaie gobelin dat omstreeks 1460 geweven werd. Een pronkstuk van de collectie meubelen uit de 17e en 18e eeuw is het ebbenhouten kabinet dat opvalt door zijn groot aantal laden. Prachtige voorbeelden van Franse schrijnwerkerskunst zijn ook een armstoel uit de kamer van koningin Marie Antoinette en een mahoniehouten bed uit 1810, de tijd van het Empire. Een kunstenaar in het beroemde porseleincentrum Sèvres creëerde deze kop en schotel in het midden van de 18e eeuw. Uit dat tijdperk dateren ook deze zilveren schaal en kan. Meesterwerken van 13e eeuwse emailleurs zijn een bisschopstaf en een reliekschrijn, kostelijke producten van religieuze kunst. Een eikenhouten koorlessenaar uit de 15e eeuw is een van de schoonste voorwerpen van deze expositie, die een overweldigend beeld geeft van de rijkdom van de Franse kunstnijverheid.